ons hebben geholpen de afgelopen jaren. Afgelopen jaar en het jaar ervoor. En met alle activiteiten die we hebben ondernomen. We hebben ontzettend veel steun, hulp gekregen. Mensen die ons mailtjes hebben gestuurd, brieven hebben gestuurd. En ons alle mogelijke manieren hebben gesupport met alles wat wij dit jaar gedaan hebben. Dus vanuit de werkgroep willen wij jullie nog heel erg hartelijk danken. Ik ben blij dat er zoveel mensen zijn. Dat zeg ik eerlijk, ik wou dat het zondag. Op zondag in de kerk niet zoveel mensen waren. Of we nou lid zijn van de GIEM, of van de GPM, of de NGPB Maat 53, maakt niet uit. Kom allemaal gewoon zondags naar de kerk, want dit is wel waar het is begonnen met onze ouders, onze grootouders. En als ik zo zie, zijn er maar een paar van de eerste generatie nog. En de rest is allemaal tweede generatie, derde, vierde en verder misschien wel. Zo'n dag als deze mogen we niet vergeten natuurlijk. Want dit is een dag waar wij stil mogen gaan staan. Wat onze ouders, onze vaders, onze knillers hier in Nederland in 51 aangekomen. En zij hebben dit gebracht tot waar we nu zijn. En dankzij hun mogen wij dit allemaal doen. Want als zij hier niet waren, waren wij er ook niet. Ja, want morgen is Sjoukour. En Sjoukour, vanavond gaan we lekker feesten. En Doesburg, wij hebben om 1 uur pas kerk. Dus kunt u nog even uitslapen. Ja? We leggen deze dag in de handen van onze Heer. En dat willen we doen door middel wat onze ouders ons hebben geleerd, het gebed. Dat we met God mogen gaan wandelen en met God deze dag mogen vieren. Deze speciale dag dat wij hier met elkaar mogen zijn. Alle mensen uit Doesburg en de buiten. Dat we vandaag aan deze dag mogen gaan beginnen samen met u. Een dag waar we mogen vieren, 60 jaar Molukse bevolking hier in Doesburg. Dat we stil mogen staan. Stil mogen staan bij de dingen die onze ouders, grootouders, ons hebben gegeven. En dat hebben ze mogen doen, Vader, samen met u. Vandaag mogen wij in een stille rondgang gaan lopen naar de begraafplaats, waar ook wij mogen gedenken, zij die ons voor zijn gegaan. Maar ook dat onze ouders, onze vaders, opa's, een bijzondere status krijgen van graf. Dat de gemeente Doesburg dit heeft toegekend. En dat we in een stille progressie naar de begraafplaats mogen gaan. En vragen we u, Heer, wilt u deze dag bij ons zijn en met ons zijn? Wilt u zijn met onze eerste generatie die er nog zijn? Zij die hier aanwezig zijn, maar ook zij die vandaag niet kunnen komen. Vanwege de ouderdom, slechte benen zijn. En binnen u, Heer, wilt u zijn met al deze mensen. Ook met de mensen die nog hier naar onderweg zijn. Dat ook zij hier veilig aan mogen komen en samen met ons aan deze progressie mogen deelnemen. Heer, we vragen u, wilt u zijn met de werkgroep 60 jaar Molukkers hier in Doesburg. Zij die dit hebben georganiseerd. Wilt u hen zegenen en wilt u hen zo zegenen, Heer, dat zij veel meer mogen doen en mogen betekenen voor deze groep.
nieuwe woningen in onze wijk De Ooi. Daar trokken in 1962 29 Molukse gezinnen in, bestaande uit 70 volwassenen en 119 kinderen. En ik kan mij zo voorstellen dat dit geen gemakkelijk begin was. Als je al gewoon verhuist naar een nieuwe plaats, een nieuwe wijk, dan is er al een heleboel om aan te wennen. Maar als je in een land komt, in een stad komt, met een andere cultuur en gebruiken, dan eerst elkaar in de barakken en daarna weer aan anderen moeten wennen in de nieuwe wijk. En tel daarbij de woede en onmacht. Het in de steek gelaten voelen door een overheid die je vertrouwde. Dan voel je je denk ik extra op elkaar aangewezen. En je wordt eigenlijk gedwongen in een gemeenschap waar je je in het begin niet in thuis voelt. Dan na een moeizame start, jullie, de Molukkers, integreren in onze stad. Vriendschappen zijn opgebouwd. Relaties zijn ontstaan. En jullie zijn deel gaan nemen aan het rijke verenigingsleven en ook politieke leven in Doesburg. En dat is zeker niet alleen te danken aan de gastvrije Doesburgers, maar vooral aan de houding van de Molukse gemeenschap om met behoud van de eigen waarden en cultuur ook actief deel te nemen aan het leven in Nederland en aan het leven in onze stad. En dat is de mooie kant van vandaag. De pijn van het begin, die kunnen we niet wegnemen. En die pijn cijpelt generaties lang door. Maar de gemeenschap die wij hier in onze stad samen vormen, het geluk, de vriendschappen, de samenhorigheid die hier toch gevonden is, maakt dat dit een mooie dag is. Wij zijn samen Doesburg. Dank u wel. Thank you.
Wilt u twee van die gekleurde hierop leggen? Deze? Ja. Thank you. Zo. Nou. Met Tifa aan het spelen. Wil je een boekje? Oh, genoeg? Oh, oké. Okay. Thank you.